Als christen ben ik tegen het doden van leven. En ik geloof echt dat het leven begint bij de bevruchting. Ik vind als je zegt, een vrouw heeft recht om te beslissen wat ze doet in haar eigen buik. Maar als er in die buik nou een meisje zit, waar is het recht van dat meisje? Waarom mag zij er niet over beslissen? Reinette? Een vrouw die abortus wil plegen, die denkt daar in de meeste gevallen goed over na. En als het legaal is... Dat ben ik niet met je eens, hoor. Als het legaal is, dan is dat zonder risico voor haar. Maar als het illegaal is, hè, als het niet mag, dan gaan ze andere manieren zoeken. Vergif of breinaalden of wat dan ook. En dan heb je het risico dat een vrouw komt te overlijden. We laten zien dat we in Nederland mensen in nood willen helpen. En een vrouw die in nood is en abortus overweegt, dan zeggen we, wij betalen jouw abortus wel. Dan zijn we toch moreel failliet? Waarom gaan we die vrouwen ook niet helpen aan huisvesting? Waarom gaan we met hun ook niet meekijken met de financiën? Maar dat een sluit het ander natuurlijk niet uit. Hè? Nee, natuurlijk moeten we die vrouwen helpen als ze een financieel probleem hebben. En dat gebeurt te weinig. Maar dat betekent niet dat ze in ruil daarvoor hun kind maar moeten laten komen. Want dat is een beetje het beeld wat u schetst. Waarom spreken de abortusklinieken zelf over concurrentiestrijd? Ja, maar nou doet u net alsof zij gebaat zijn bij zoveel mogelijk vrouwen lokken om abortussen te plegen. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. Vrouwen gaan altijd nog uit eigen initiatief naar een abortuskliniek. Dat is niet. Of na overleg met hun huisarts gaan ze naar een abortuskliniek. Het is echt niet zo dat die daar proberen om vrouwen over te halen. De helft van de vrouwen gaat niet naar de huisarts. Nee, het zijn getrainde artsen. En er is geen arts die een abortus gaat uitvoeren tegen de wil van een vrouw in. Dat klopt gewoon echt niet. Dus die vrouwen die dat aan ons vertellen, die liegen dat. Het is natuurlijk voor vrouwen altijd pijnlijk, een abortus. Hè? Laten we eerlijk zijn. Het is pijnlijk. Het is natuurlijk wel een ingreep. Maar uiteindelijk is het wel aan haar die keuze. Zolang de mensen die bij de organisatie waar ik gewerkt heb mensen aantreffen voor de kliniek die met beide handen de hulp aangrijpen, zodat ze toch hun kindje kunnen houden, dan denk ik, jongens, er gaat iets echt helemaal fout.